Bonjour! Er zit beweging in de zaak. En dan bedoel ik met de zaak de verbouwing van de schuur. Want vlak nadat Sander vorig jaar oktober klaar was met het dak, laat ik zo even zien waar we geëindigd zijn, begon het te regenen. Te regenen. Ondertussen is een deel van de muur verder ingestort. Het dak is verder kapot aan de voorkant. Dus dat ga ik niet eens laten zien. We hebben van de winter wel een paar keer echt dat we midden in de nacht zoiets hadden van ah, maar dat hebben we ook weer overleefd. En nu kunnen we toch alweer een beetje aan de slag. Want hè, het is tenslotte al over de helft van juni. Dus zo nu en dan komt er toch een keer een zonnetje. En als geluk bij een ongeluk, als Sander van de winter twee keer een zware luchtweginfectie. En vanaf december ongeveer een tennisarm. Nou, dus ja, als je dan toch niks kan doen door de regen, dan kan je het beter dan gelijk dat hebben. Gelukkig is hij daar goed van opgeknapt. Die tennisarm gaat een stuk beter. Daar moet hij nog wel een beetje mee oppassen. Maar hij kan weer wat doen. En daar gaat het om. Hij heeft zich wel ondertussen berucht gemaakt op Twitter. Dus heeft niet stil gezeten. Hier zijn we dus vorig jaar oktober geëindigd. Sander heeft dit deel van het dak dus helemaal geïsoleerd en met bitumen bekleed. Dakraam erin. Ondertussen, begin het jaar, was ook het zeil wat we aan de andere kant hebben gelegd. Het UV-bestendige zeil weer helemaal poreus geworden. Gelukkig stond de stijger er nog. En heeft Sander pas geleden weer nieuw zeil erop gedaan. Zo nu dan hebben we een mooie dag. En volgende week staat op de meteo, dus op de weersvoorspelling, dat het zomaar 5 dagen droog gaat worden. Een paar weken terug heeft Sander begonnen met de stijger af te breken. En hebben we alle onderdelen van de, dus aan de andere kant van de schuur, waar de stijger stond, om de schuur heen hier naartoe gebracht. En heeft Sander eigenlijk, ik denk vanaf het begin van de week, in de droge uurtjes, de stijger zo goed als opgebouwd. En de bedoeling is, kijk, dan zie je het al, het zeil is allemaal weg, om daar dus het eerste deel, om daar nu bitumen op te leggen, dan is dat deel in ieder geval droog. En mocht het dan echt droog worden, dan kan hij weer verder gaan met metselen van de muur. Ja, die zit aan de andere kant. En Sander heeft nog een mooie aankoop gedaan op Marketplace van Facebook. En dat zijn deze glasplaten. Allemaal. 45 vierkante meter glas. Ongeveer zo dik. Het is tuinbouwglas. Ongeveer 100 kilometer hier vandaan. Moet ik voor 50 euro kunnen kopen. Was wel een heel gedoe om het in de bus te krijgen. Maar die man heeft heel goed meegeholpen. Kon het goed vinden met elkaar. En hier kunnen we dus alle raampjes maken, onder in de schuur. Maar ook bijvoorbeeld kassen. En we willen dan in de woonkamer ooit een deur maken met ruitjes erin. Zodat het daglicht naar binnen kan komen. Dus we hebben heel veel glas waar we wat mee kunnen doen. Het is ook best wel moeilijk in Frankrijk om los glas op de kop te tikken. Het is altijd al met een kozijn eromheen. Kijk bijvoorbeeld voor deze raampjes overal. Op de vloer van de schuur. Daar zitten nu van dit soort plastic dingen in. Ja, deze wordt er altijd door de katten uitgegooid. Maar daar kan je hele mooie dat glas voor gebruiken. Mooie kozijntjes maken. Dat wordt hoogstwaarschijnlijk een hele mooie winterklus. Aankomende winter. Ja, nu maar hopen op een mooie zomer. En misschien wel een hele mooie nazomer. Wie zal het zeggen? Kunnen we veel doen. Bij de buren wordt de tuin alweer netjes gedaan. Ja, het is droog, hè? Gelijk komt iedereen naar buiten en gaat wat doen. Nou, applaus!